En het bestaande management van de onderneming. Pak even als beursgenoteerde onderneming en pak een buy-out. Dus voor de buy-out. Wat zijn die belangen van het bestaande management voor de buy-out? Wiens belangen dienen ze als zij uiteindelijk door u in dienst genomen worden en door u een prachtig beloningspakket voorgespiegeld worden? Wiens belangen dienen ze? En nu ziet u het al, op dat moment is het cruciaal dat de raad van commissarissen van een bedrijf, waar niet het directe financiële belang ligt, want die ligt op dat moment wel bij het management. Het management tussen aanhalingstekens, ik zeg het heel cru, dus het is, als het geknipt wordt, als zij, het woord, dan is het uit context gehaald. Het management kan tussen aanhalingstekens omgekocht worden. Ja? En u moet ervoor zorgen dat die perceptie niet kan ontstaan, want als die perceptie kan ontstaan, dan heeft het management de verkeerde prikkels op dat moment, heeft prikkels om de beurskoers naar beneden te praten, het goede nieuws achterwege te laten, want nadat u het heeft overgenomen, met het beloningspakket wat het huidige management krijgt, heeft ze dan een hele makkelijke weg omhoog. Dus de belangen voor de transactie bij het management liggen dan orthogonaal ten opzichte, niet van u, maar ten opzichte van het belang van de onderneming. En daarom zijn raden van commissarissen van ondernemingen uitermate cruciaal om niet het management in de lead te zetten van een potentiële buy-out. En in Nederland gebeurt dat, om de havenklap gebeurt dat nog. En wereldwijd gebeurt dat trouwens. Dus daar ligt een groot risico en ook een risico voor u.